De Amazon Conservation Team Suriname heeft gisteren een lezing en paneldiscussie gehouden over de behandeling van het wetsontwerp collectieve rechten inheemse en tribale volken. Volgens Patricia Meulenhof, voorzitter, presidentiële commissie grondenrechten, is het doel van de wet het naleven van de nationale verplichtingen en mensenrechten, garandering van de rechtszekerheid voor een ieder en rechtsbescherming van de collectieve rechten van de inheemse en tribale volken. Het is tijdens de lezing naar voren gekomen dat de inheemse en tribale volken geen rechtsbescherming genieten in Suriname. De wettelijke regels zijn voor het belangrijkste deel gebaseerd op de wet en voor een deel op gewoonten. Rechten zijn gebaseerd op tradities en die tradities moeten achterhaald worden om te weten wat de rechten precies zijn. De tradities zijn bij de mensen zelf bekend en dat maakt het complex. Je zult ook zien bij de demarkering, zal je met de mensen, zal de overheid samen met de mensen moeten gaan werken aan die demarcatie, omdat zij weten waar hun grenzen lopen. De rechten zijn niet dezelfde rechtsconcepten die het westers recht kent, ze hebben autonome kenmerken. Dit brengt met zich mee dat er een mindshift moet plaatsvinden. Wanneer we praten over collectieve rechten, is het niet hetzelfde als eigendomsrecht die we kennen krachtens BW. Het gaat om collectieve rechten en u zult ook later zien in de wet dat er ook beperkingen zijn. De grondrechten kan je niet verhuren, je kan niet geen hypotheek vestigen, het is niet verhandelbaar, dus dat soort zaken. Dit heeft als gevolg omdat het een apart soort recht is, het is een nieuw soort recht. Volgens Margot Waterval, lid van het Comité Mensenrechten, worden tot collectieve rechten gerekend zelfbeschikking, beheer over hulpbronnen, natuurlijke rijkdommen en traditionele grondgebieden. Er zijn documenten waarin de rechten van inheemsen niet alleen individueel, maar ook de collectieve rechten zijn vastgelegd. We zien twee documenten van de ILO. Suriname is natuurlijk geen partij van deze twee documenten. Tenminste, die eerste, en daar zijn ze begonnen met de inheemse rechten, de inheemse of de tribale volken, de rechten toe te kennen. En daar is het ILO 107. Maar in dit verdrag had men het ook veel over assimilatie en integratie van die inheemse, en dat was niet de bedoeling. Toen kwam een wijziging op dit verdrag, 107. Dat is ILO 169, waarbij internationaal Suriname vaak gevraagd wordt om partij te worden van dit verdrag. Want dit is eigenlijk het bindend verdrag, het bindend instrument van inheemse volkeren. Suriname is gevonnist om wederom te kijken naar de natuurreservaten die zijn genoemd, omdat daarbij de inheemse en tribale volken niet zijn meegenomen bij het vaststellen van een natuurreservaat.